Op onze website noemen we geen tarieven. Kun je vertellen hoe de pricing tot stand komt? Ja, er zijn twee componenten. De ene component is de license fee die de klant betaalt. En het andere component is de services die ze aan een partner betalen. Ja, dat klopt. En Guardian 360 levert diensten die je los kunt afnemen en gebundeld kunt afnemen. Stel nou, je bent een bestuurder van een organisatie met 300 medewerkers. Je hebt twee kantoren en je wil voldoen aan de ISO 27001. Hoe komt dan de pricing tot stand? We kijken naar twee componenten. Enerzijds het aantal medewerkers van de twee kantoren. En daarbovenop dan een compliance module die erbij aangeschaft wordt. Oké, dus ongeacht het aantal IP-adressen, netwerkapparatuur, kijk gewoon naar het aantal medewerkers. En naast de AVG en de NIS 2 aanbevelingen komt ook nog de compliance module voor de ISO 27001 erbij. En dat is je prijs. Correct. En stel nu dat je alleen maar op drie kantoorlocaties criminelen wil detecteren in je netwerk. Ja, daar hebben wij dan de hacker alert voor. Is ook los te krijgen. En dat is, maar dat gaat eigenlijk voor ons totale portfolio. Het is of gebundeld of als losse componenten. Oké, dus in dit geval zou je drie losse hacker alert appliances kunnen afnemen en daar betaal je dan voor. En wat doet de partner dan nog? Want die levert een add-on bovenop onze dienstverlening. De toegevoegde waarde van de partner is dat de partner elke maand, in ieder geval frequent, kijkt in het dashboard van welke kwetsbaarheden er zijn en wanneer ze opgelost moeten worden in overleg met de klant. Ja, dus de partner die doet niet alleen de implementatie van onze dienst, maar die helpt ook bij het goed interpreteren en opvolgen van de meldingen in ons dashboard. Ja. Mooi, ik denk dat dat wel wat duidelijkheid geeft, Jeff. Dankjewel. Heel graag gedaan.